Ik was laatst een podcast aan het luisteren en toen kwam dit voorbij. Dat je dus niet moet onderschatten hoe belangrijk het is om in contact te blijven met hoe je ooit verliefd bent geworden eigenlijk op datgene wat je doet. Daar gaat, dat je daar ruimte voor blijft maken. Want anders verlies je het dus. En dat is heel gevaarlijk, denk ik. En als ik een podcast aan het luisteren ben, verwacht ik niet per se op mijn shit gepakt te worden. Maar deze kwam wel even binnen. Ik ben dus ondertussen al 8 jaar in de media-industrie. Eerst begon ik zelf, daarna vooral, of eigenlijk alleen, voor bedrijven. En dat is nou precies waar ik de fout in ben gegaan. De afgelopen tijd had ik namelijk het gevoel dat ik niet heel veel zin meer in had. Dat de creativiteit een beetje wegvloot. Ik voelde hem gewoon niet helemaal meer. Maar toen ik dit luisterde, kwam hij in één keer binnen en snapte ik in één keer wat ik moest doen. En daarom sta ik hier ook. Yeah. En dit is eigenlijk met 2 redenen. De eerste heb ik net al verteld. En de tweede heb ik een tijdje geleden al gepost op mijn Instagram. Stel, jij gaat naar de tandarts. En die tandarts heeft een fucking slecht gebit. Hoe goed vertrouw je die tandarts dan om jouw gebit helemaal spik en span te maken? Om die helemaal te controleren? Hoe erg vertrouw je die persoon dan op zijn specialisme? Ik zou het niet doen. Dus waarom zouden mensen die mij niet kennen, mij vertrouwen om hun shit te maken? Alright, het is nu midden december en ik ga de aankomende tijd ga ik het weer rustig opbouwen. Ga ik een beetje mijn flow vinden. Kijken wat ik wil posten, wat ik niet wil posten. En vanaf 2023 is het mijn jaar.